Welkom, kijkers en luisteraars, bij aflevering 12 van de Oranje Goeners. De nummer 1 podcast van Nederland en België, waarin wij onze liefde delen voor Arsenal met alle voetballiefhebbers en alle andere Goeners, uiteraard. Vaste opstelling, wederom weer. We hebben Sarge, onze Chelsea-Hater. We hebben Ryan, onze fitnessinstructeur en ook journalist. Eigenlijk personal trainer, sorry, ik zeg fitnessinstructeur, instructeur Helemaal fout. Personal trainer is hij. En we hebben George, onze uitmuntende designer, die voor ons vandaag een hele bijzondere taak heeft gekregen. En jullie host Frits is er uiteraard ook weer bij. George heeft een bijzondere taak gekregen van ons vandaag, want we gaan het vandaag hebben over loan, keep or sell. Oftewel uitlenen, behouden of verkoop. Dan hebben we het natuurlijk over onze spelers, de spelers van onze Arsenal-selectie. Uh, van het afgelopen jaar. Wij gaan even onze meningen geven of we de spelers moeten behouden. Dus elke speler gaan we één voor één langs. Moeten we hem behouden? Moeten we hem uh, uitlenen of moeten we hem verkopen? Ik ben eigenlijk benieuwd hoe wij er allemaal over gaan denken. Ik ben ook benieuwd hoe jij als kijker of luisteraar erover denkt. Over elke speler, wat we daarmee moeten doen. Dus laat het vooral weten in de comments. Kom met jouw lijstje. Weet je, noem gewoon een paar spelers en zet erachter of je die zou uitlenen, behouden of verkopen. Loan keep or sell. Weet je, daar zijn we benieuwd naar. Laat het weten, kunnen we met elkaar een discussie van. Uh, daar gaat deze aflevering dus over. Ik wil gelijk met de deur in huis vallen. En zoals je ziet aan de linkerkant hebben we dus de, de, de diavoorstelling van George. Want hij zit in een uh, designprogramma volgens mij van hem, Photoshop denk ik. Dus hij gaat voor ons... De vakjes vullen met de L, de K of de S. Spreek voor zich. En we gaan gewoon lekker los. We gaan lekker los. Ik wil beginnen dus bij Aaron Ramsdale. Onze keeper, onze keeper die de vaste keeper was voor een lange tijd. Maar het moment dat David Raya naar binnen kwam, die gehuurd werd, was Ramsdale zijn basisplek verloren. En Raya. hij. Van... Ja? Ja, nee, en Ryan gaat gekocht worden deze zomer. En Ryan gaat ja. gekocht worden deze zomer. En dat ziet er niet heel rooskleurig meer uit voor Ramsdale wat basisplaats betreft. Maar ja, we zijn een topclub. En we willen ons weer gaan meten met de absolute top. En dan heb je ook hele goede bankspelers nodig. Dus ik vraag me af, Ryan, Aaron Ramsdale, loon, keep or sell. We kopen als we een goed bot krijgen. Remsdel is echt zo'n speler die um, goede keeper maar past niet in het stel dat Arteta wil spelen. En dat maakt het best wel lastig. Hmm. Oké. Okay. Sarge? Um, hoeveel jaar heeft hij nog op zijn contract? Volgens mij nog drie, toch? Want hij, hij heeft, was hij heeft bij Dus hij heeft zes nu, denk ik dan. Ik zou, hem, uh, ik zou hem verhuren. Zes klinkt wel heel time man. Nee, ja, ik, denk niet, ik denk niet zes. Ik denk drie of vier misschien. Is, maar als hij meer dan drie heeft, zou ik hem dit seizoen zou ik hem verhuren. Zou ik hem lonen aan een uh, Premier League club? Mm. Uh, en dan wanneer hij terugkomt, uh, waarschijnlijk gaat hij het goed doen. En dan kan je hem voor meer verkopen dan, uh, dan wat, wat we er nu voor zouden krijgen. Ja. Dat maar wel, weet zouden. je, maar kijk, oké, okay, -jullie, hebben, jullie hebben beide dus niet gezegd keep. Ja, maar weet je ja, wat ja, ja. ik dan, dan wel vind? Is. Als Rems deel weggaat. Of je nou verhuurd wordt of verkocht. Mm -hmm. Dan wil je met Karel Heijn als tweede. Ik weet niet eens wie. Nee, Heijn is, niet. broer. Piet Heintunnel. Ik weet niet <laughs> wie dat is, broer. Maar even kijken. Nee, nee. Sowieso een, uh, sowieso een andere backup keeper halen. Er gingen geruchten dat Chess niet terug zou komen. En dan zou hij natuurlijk een backup keeper zijn achter Rems deel. Daar, daar neem ik al genoegen mee. Uh, achter Raya, maar... bedoel je. Pardon, achter Raya, inderdaad. Thanks. Scherp. Uh, maar. De waarheid is ook, ja, je kan stil wel behouden en op de bank zetten en dan als backup keeper nemen. Dat, dat kan ook. Alleen ja, ja, dat is een beetje lastig man, want je, je gunt hem ook. Je gunt hem ook. Dus ik zou hem niet op de bank kunnen laten. Maar als je het aan mij vraagt, ik zou een, een andere keeper halen. Chesney, of Chesney is een uh, jaar contract, maar ze zouden hem laten gaan, dacht ik. Chesney gaat naar, gaat naar Saudi-Arabië. Oh, dat is al bekend. Mm. Dat is al zeker. Hij is dus. uh, vergevorderde stadion. Ja, maar hij moest nog tekenen. En dat was ook nu omdat Arsenal... aan uh, 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 de scene kwam. Was er ook een uh, gedachte dat hij... ...terug zou komen naar Arsenal. Maar goed, ik zou sowieso kijken voor een goede... ...tweede backup keeper. Uh, een, 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 een achtige Matt Turner iets. Weet je, zo iemand. Gewoon die een goede backup kan zijn voor ons. En uh, that's it man. En dan gewoon Ramsden verhuren... Beter laten worden en voor meer geld verkopen volgend seizoen. Uh, want ik denk niet dat hij beter gaat worden als hij bij ons op de bank blijft zitten. En ik denk ook niet dat we daar echt wat aan gaan hebben. ik toch? het ja maar, ja, maar dan wil je dus eigenlijk een betere keeper dan Remsdale als tweede keeper. Want een tweede keeper gaat nooit beter worden als hij beter speelt. Als hij speelt, bedoel ik. Een, nee, keep maar het hoeft ook... een, een keeper die meer mee kan voetballen dan Remsdale en meer uh, de verdediging kan neerzetten. Kijk. Ik zag vandaag toevallig die uh, beste saves van, uh, van Arsenal. en Je zag bijna alleen maar Ramsdale saves en bloks van verdedigers. En dan zou je denken, hey, Ramsdale is echt hard. Maar er is een reden waarom Ryan niet zoveel goede saves heeft moeten maken. Je kan zeggen, ja, het ligt aan de verdediging. Maar Ramsdale had precies dezelfde verdediging. Dus dat betekent dat Ryan het gewoon of A, ah, veel makkelijker eruit laat zien dan dat het daadwerkelijk is. Dus bijvoorbeeld, in plaats van een bal voor het doel heen tikken, vangt hij hem gewoon. Of een cross, in plaats dat die cross... Gekopt wordt, komt hij uit en vangt hij hem op. Of B. Ramsdale is daadwerkelijk beter in de flexen, maar dat wil niet zeggen dat hij een betere voetballende en keeper is. En daarom zei ik al: van, hij past, het, is, het is moeilijk, want hij past niet in het systeem. Hij maakt fenomenale reddingen, ja, maar hij kan niet zo goed meevoetballen als Raya. En Raya maakt fouten, klopt, maar laten we eerlijk zijn: Raya is wat dat betreft een, st een stuk beter dan Ramsdale. Ik, ik wil eigenlijk ook wat controversieel zeggen, want. Als je dan mij vraagt wat ik zou doen, eigenlijk. Ik zou gewoon een keeper halen, een tweede keeper. Maar het maakt niet zo heel veel uit wie. Gewoon een fatsoenlijke tweede keeper. En ik zou Raya praktisch alles laten spelen, man. Misschien mm -hmm. alleen de League Cup niet, maar voor de rest. FA Cup zou ik hem laten spelen, Champions League en Premier League. Alles gewoon laten spelen. En je ja. hebt gewoon een backup keeper. Voor misschien de League Cup of misschien als Raya geblesseerd is. Maar daarom zeg ik. Huur, huur uh, Remstel, loan hem out aan een andere ja. Premier League team. Laat Raya gewoon alles spelen. En mocht hij geblesseerd raken, haal je Remstel terug. Dat kan Eens. gewoon. Maar dat is niet, is niet, wordt niet vaak gedaan. Maar ik, dat zou wat ik, ik zou doen, man. Ja. En er, zijn wat keepers, er zijn wat keepers op de markt. Hè. Ik ga niet in, in, in detail, maar we zijn met nog een paar keepers gelinkt. Ja, noem, okay. noem, noem maar op. Loenin ja, ja, uh, van uh, Rea, die tweede keeper. Die is dus eigenlijk praktisch gezien naar de finale heeft gebracht. Daar worden we mee in verband gebracht. Dus ja, vind dus ik ook je een goede keeper. keeper Dan zou hij onze tweede keeper worden. Maar ja, dan is het kijken wie beter is. Maar alsnog is, hij wel, een, is hij wel een goede tweede keeper. Nee, je mag Ryan ook wel wat competi competitie geven. Dat, dat is niet erg. Maar gezien hoe we er nu voor staan en alles, dat, ik zeg gewoon: van laat hem alles keeper. En uh, heb gewoon een goede, of enigszins goede tweede keeper als nodig is. Ja. Maar hoeft van mij apart uh, niet zozeer in die zin. Ik, ja. ik vind dat, Dit blijft een lastige discussie, omdat je, ik merk dat je al heel snel richting de financiën gaat. Zeg maar, je, je vindt Remsdale gewoon een, een goed genoeg tweede keeper. Ik weet niet of dat een goede zin is, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Je, hij, is gewoon een, hij is gewoon een goede tweede keeper, maar je weet gewoon dat hij te goed is om op de bank te houden. Dus daarom denken wij ook van yo, eigenlijk moet hij gewoon verkocht worden, of verhuurd worden. Maar Zeg maar als we niet over financiën hoeven na te denken, dan, dan moet, moeten we hem gewoon willen houden, zou je denken. Ja, ja weet, nee? je, weet je, ik wilde, ik wilde ook die kant op gaan van eigenlijk gewoon behouden. Maar toen Ryan kwam over, begon over het uh, voetballend gehalte, mm. toen dacht ik wel van ja, oké, okay, eigenlijk als je een tweede keeper hebt, moet die ook gewoon voetballend in ieder geval. Gewoon goed onderlegd zijn. Eigenlijk zie je dat ook echt bij City. Toen Ortega, Ortega. zo heet hij toch, ja. Klopt, hij kan klopt, en klopt. gewoon heel goed keeper en gewoon, hij is net zo rustig als Ederson eigenlijk. Mm -hmm. en daar zag je wel echt van, je miste Ederson eigenlijk niet eens. Nee. En het, en het is echt, tuurlijk, Ederson is gewoon echt top, top, gewoon wereldklasse. Dus uh, puur als, als Ortega heel veel speelde. Zou hij misschien dat ook kunnen, kunnen aantekenen? Kunnen we niet vanaf, kunnen we nu niet van tevoren zeggen. Maar nee. de momenten dat hij gespeeld heeft, had ik niet zoiets van. Hé, hey, ik had liever Edison daar gezien als je City-fan geweest zou zijn, weet je? Zelfs met Ortega zag ik van. Hé, hey, uh, City uh, is gewoon super stabiel... ook met deze keeper. Dus ja, toen, toen, toen Ryan dat zei, dacht ik wel van ja, man, makes, makes sense. En natuurlijk, we gunnen Rems ook echt het beste. Maar vooral denkende aan de club Arsenal. Maar niet ja. per se, ik ja. gun hem het beste dit, maar als je denkt aan Arsenal zijnde, volgend jaar moeten we weer naar de next level. Dan oh, moet je gewoon waar. echt op al die posities, hoe je wilt kunnen spelen, moet je de juiste spelers daarvoor aantrekken. Ja. Eens. Dus ja. dan, dan vraag ik me af, want Ryan zei wel van verkopen als we het juiste bot krijgen. Wat zou voor jou een goed bot zijn daar, Ryan? Minimaal 25 tot 30 miljoen. Minimaal. Minimaal. Ja. En dan zeg je verkopen. Ja, want kijk, hij heeft niet veel gespeeld. Maar we weten wel dat hij het talent heeft om bij bijna elke club onder de, onder de Big Six. op het eerste keeper te kunnen zijn. Ja. En laten we hem niet voor 5 miljoen verkopen. en dan niks aan nee, overhouden. Nee, 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 want nee, je nee. weet toch, we moeten, wij moeten ook goede transfers maken. En we zitten ook met FFP en allemaal dat soort dingen. Minimaal 15 tot 30 miljoen. That's it. En maar wat en vinden oh. jullie van Verbrugge dan? Ja, zwart. Waarom lag je, George? <laughs> nee, maar kijk, ja, ik weet niet. Ik, ik, heb, ik ken hem niet zo goed, en, maar is hij ook echt getest? Ik, ja. Ik kan er niet echt veel over zeggen, want ik heb nog niet genoeg wedstrijden van hem gezien. Maar... Hij is toch die vervanger van Raya bij dingen, Bournemouth, of niet? Is dat Bournemouth? Nee, nee Brighton of Albion speelt hij volgens mij. Is hij dat of is dat vlekken? Ik weet het even niet, man. Nee, vlekken is van Brentford. Hmm. We worden maar... trouwens ook in verband gebracht met Beidouw van Feyenoord. Oh ja, gek. De beide wie wat? Bijlo van Feyenoord. Bijlo. Bijlo. Ja. Dat weet ik niet, man. Hij is ook veel bless man. Ja, ja man. ik weet niet man. Ik weet niet, man boys. Ik weet niet. Maar ja, goed. het zijn allemaal geruchten. No. Ja, man, laten we dat maar... dan in de volgende <laughs> aflevering of zo bespreken. Maar in, ja, die zin, uh, in die zin dan, hoe we het nu erover hebben, Ja, wat ik al zei: van eventueel lonen en dan volgend jaar verkopen. Maar goed, met, met, met ook wat jullie zeggen van we moeten een sterk team hebben sowieso dit jaar. Uh, ook op de bank ja, dan, dan houden, maar wat, nogmaals, ik blijf wel bij wat ik zeg, laat rijden alles keepen Behalve ja. okay. uh, leak, misschien leak up, misschien, maar ja, ja, okay. laten we dan gewoon een keus maken kijk, is het, is het erg als we een loon en cel doen, dus LS uh, laten, we, laten, we wel, laten we wel gewoon keu een, een keus maken, we, we hebben al 1 op de 3 <laughs> ja, dan, okay, dan zou ik, dan, dan, gewoon, dan gewoon keep man, dan gewoon keep ja? ja, ja. Bro, bro, oh, He, bro, of geen keep bro, nee, het, het <laughs> ja. Ja, nee maar dat zeg ik ik zeg nog ik zeg net nog dat maar... is helemaal in de war broer nee, we jongen, het, waar waar hebben we het ja maar of keep ja. toch? Waarschijn dus waarschijnlijk, dus... Een, waarschijnlijk een s man oké okay, oké okay, okay. het zo hoor wie... wie van jullie zou keep zeggen op basis van wat we het net over hadden zeg ik keep oké wie van jullie zal nogmaals maar nogmaals keep on the bench dat niet keep in goal snap je dat is niet erg wie yeah. van jullie zou Cel zeggen? Ja, ik wel Cel. Ja, Cel. Nu, ja, nu ben, ik ben wel sell. overtuigd dat het Cel moet zijn. Sorry, Cel. Dus, maar okay. moet je het is, Als we geen betere vervanger hebben, dan moet hij gewoon blijven. Maar dat geldt niet. Klopt, klopt. Maar, maar, maar we gaan een betere dat, vervanger hebben. Dat, dat, dat is de kant. Dat is, dat is, dat is, is ook wat ik in. zeg. Dat is ook, wat heeft het voor zin om Riot te gaan verkopen voor 25 miljoen? Ramsdale, en... oké. Okay, oké, okay, hoe we'll fuck je iedereen zijn nou? Ramsdale. Sorry, Ramsdil. sorry voor mijn taal. Je, moet, je moet niet schelden. Sorry. Wat heeft het voor zin om Remstel te, te, te verkopen voor 25 miljoen en een nieuwe back-up te halen voor 30 miljoen en hij zit op de bank? Dat, dat heeft toch geen zin? Dat is bro, mijn punt. Bro, nou, voetballend. Ja, bro. Kijk footballen... naar, naar, ja, naar Liverpool. Afgelopen seizoen was Alisson ook een tijdje eruit. Hoe heet het? Um, Ederson van City was ook een tijdje eruit. Dat zijn allemaal momenten al waar we op zijn. Uh, Zet maar op K, man. is eens. Maar ja, uh, ja man, dus, je, je, het is stel. Stel. Als er Als er, verdeelt, als er een, een dingen fout, een blessure fout, wil je gewoon een keeper hebben die in het systeem mee kan spelen. Ja, correct, okay, dan, moet, correct. Dan, moeten we die, dan moeten we dat zoeken. Ja, maar 100%. Maar, maar met die gedachtegang willen wij Remsel verkopen. Ja, ja. ja, dat zet ja, op ja, cel dan. Zet ja. op ja. cel. karl okay. Keep. Ja, derde <laughs> ja, nee, ja, nee, keeper. Waarschijnlijk man. gaan we hem nooit zien, man. Ik weet Bro. niet eens wie dat is. Sar, zoek hem op en gooi het in die... ding alsjeblieft. Man. Ja, hij is es Estland. Hij is van Estland. Hij is ook eerste keeper daar. Ja, da daar, is, daar is ook alles mee gezegd. En dat is niet vervelend <laughs> bedoeld, maar da daar is echt alles mee gezegd. Kijk, ja, dat is ja, daar respect van, ja, van. Ja, maar jij ja, hebt over discriminatie. Dan Noem één noem is... noem, noem is... speler van Estland, behalve Karl <laughs> Heijn. Noem eentje nu. Noem één, een... ja, Wacht, ik maak, het nog, ik maak het nog mooier voor, me, voor je. Noem één team in Estland. Noem één speler de hele geschiedenis van Estland. Dat, Spartak, Spartak, Spartak Estland? Ja, dat bedoel ik. Sparta esland Precies <laughs> yeah. right. dat. Zwar, nee, Marcel, man. Uh... Ja. Marcel Marcel, Ja, het maakt maak, maak niet eens uit, man. Het maakt maak eigenlijk niet eens uit. Ja, eigenlijk no. man, is Ja, Marcel. Laat, hem, op, laat het op een, gewoon, laat hem op een strepen gaan doen naar de maar hij was wel nee, Dat is down to fire, man. To dat zo, is fire, gewoon, strepen, gewoon onbehandeld. En laat hem gewoon op blak. Bro, maar wat, uh, wat wel, wel doop zou zijn, is eigenlijk als je hem in principe weg doet. en je haalt een jeugdkeeper op die positie. Dat hij is dopen. een jeugdkeeper. Een nieuwe jeugdkeeper, want hij is nu al 23, <laughs> dacht ik. Dan heb, je die, dan heb je de eerstvolgende, die broertje van Okonko. Hij gaat uh... ook, maar hij gaat weg. Hij is al nee, weg. Nee, 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 zijn broertje. Zijn broertje op oh, <laughs> Die is ook keeper Oké, oké. Maar ja, de dus. Eerst... Ah, oké, okay. wordt er dan, denken jullie dan cel? Keep. Ik zeg keep. keep. Ja, dan ik nooit, denk ook gewoon keeper. Waarschijnlijk keep gaan we hem nooit ja. zien keeper, trouwens. Ja, oké, okay, zo. ja. Alleen, ja. Bij de, alleen bij, in Amerika Precies, gaan we hem even zien. Ja, ja, ja Achtergesloten dus, okay, deuren. Oké, cool. All right, okay, dat waren daarmee de zijn de keepers, ja, correct. SKK. Sk waar, uh, <laughs> waar, waar is die ene boy naartoe gegaan rijden? Van wie zijn broertje ook speelt? Oh, hij is, goed, hij is uh, losgelaten, transfervrij, man. Okay. Ik, maar ik denk, ja, ja. Dat, ik denk dat hij bij gaat tekenen bij, um, hoe heet die club van Ryan Reynolds? Uh, Wrexham. Bij Rexham, Want hij was daar eerste keeper en ze vonden hem echt hard. En ik zeg je eerlijk, hij was hard, maar het was echt... Um, hoe zeg je dat? Niet championship, maar die daaronder. Ja. Over wie hebben we het, het nu? Ver. Arthur Konko. ken ik niet eens, man. Ja, ik heb ja, net hij gezegd was... de keeper, man. Maar... Hij, uh, ja, ik... hij is een grabbeltoon af en toe. Laat me het ik zo ken stellen. Hem, ik ken hem letterlijk. Heeft, volgens mij heeft hij één keer uh, gekeept bij ons, of niet? Ik ken uh... hem letterlijk van FIFA. Dat is wat we ja. van ik hem kennen, letterlijk van FIFA. Hij heeft gekiept bij, bij pre-season en hij maakte één keer een lijpe fout Hij maakte, een, ja, een, ja, fout. Ja, gewoon grabbel. Hij grabbelde ja, gewoon. Ja, 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 ja. Ja, man. ja, dat willen we niet hebben, man. Dat is gewoon op naar de verdedigers. Let's go. Ah, uh, hey, even uit, maar je moet even zien wat George gedesigned heeft. Yeah, yeah. Zoom uit, that zoom that uit, laat die boy zien daar zo. Ja, Hij speelt zo meteen, man. Wow, dat yeah, straks, yeah, man, man. We, gaan, we gaan zo meteen checken. Klopt? Uh, Klopt, uh, George. Hide. Yes. Zoom erin, zoom erin. De namen. Yes. Ik... <laughs> we, <laughs> kunnen, we kunnen een aantal heel vlot invullen. De eerste vier. Eerste vier hups. Saliba keep, white keep, magalash keep. En timber natuurlijk ook keep. Hé, maar Soares is toch al weg? Wat voor amateurische instelling is dit hier zo? Ik ook nog, hè? Kan gebeuren, jongen, kan gebeuren. Je meet met twee maten, man. Hoe haal je onconco eruit, maar zet je Cedric erin? Ja maar. Zedrick, wow. Zedrick, Zedrick. Yeah, man, Cedric, Cedric, Cedric. Die hou ik gewoon op streep, streep. Gewoon. Luister, Cedric gaat sowieso tegen zijn kinderen zeggen dat hij bij Arsenal... Zijn kleinkinderen dat hij bij Arsenal heeft gespeeld. Sorry, maar hij oh. heeft eigenlijk niet gespeeld. Ja, hij heeft wel gespeeld. Oh, you know, hij dat, was was... dat is waar, hij dat aan He, het begin Hij was hard voor het En ook dit seizoen heeft hij twee wedstrijden of drie wedstrijden gespeeld. Hij had zijn momenten dat we hem even nodig hadden. Oké, maar doe rustig dan. No, no, Cedric, no, yeah. love man, thanks for your service Zomaar yeah, yeah, so, haat voor, voor onze speler man Zomaar so, man. Man. Dankjewel so, Cedric, Dan, thank experience. you for your services Dankjewel yeah, you Hij luistert ook naar deze uitzending bro, nu heb je hem genakt Oké, okay, yeah, sorry, sorry Cedric I love you, no habile zet, uh, zet, zet een G achter zijn naam Ciao school Hij is gone, hij is gone On gewoon. Eigenlijk, pak die gum, pak die gum Gum hem weg het haal het fackje weg. De tijd, haal, haal ja, laten het even we even weg. doorgaan, man. Brood. Kieran, brood. Kieran, Kieran, okay. Kieran. Big maar even, brood, even, brood, even. Wacht even. Wacht even, wacht even. Even Hi. voordat we naar Kieran Tierney gaan. Is goed. Ik ben echt benieuwd naar hoe Timber dat gaat doen, man, boys. Ik, ja, ook, ja, ik man. ben down toe hoog voor Ik zeg jullie eerlijk. Ik denk dat hij ik, een goed seizoen ik, gaat, gaat draaien. Ik ben echt benieuwd, man. Ik hoop echt weer blessurevrij. En dat ja. gewoon de hele verdediging blessurevrij... Volgens mij is onze hele... Ben White... Is Ben White geblesseerd geraakt? dat seizoen? niet dat ik me mm. kan herinneren maar hij speelde met nee. de blessure hij speelde, hij speelde met, ja, de, ja de, tegen Bayern volgens mij was het ook in de Champions League had hij ook bijna het uh, hele jaar ja Saliba niet geblesseerd nee Saliba, Saliba heeft alles, alles, gespeeld. alles gespeeld Gabriel ja. nee. um, was er wel mm. uitgegaan tegen in het Bayern. begin was in tegen het begin Bayern. toch nee 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 toen was hij voor van mij ge maar oh, tegen ja, Bayern ja. was hij geblesseerd geraakt eventjes. Hm. Ryan ah. Journalisto. ja hij weet Nee maar als je dit ooit checkt, als je dit ooit checkt, ja man, we gaan het regelen. Ja man, jij kan dit verstaan, dus je weet toch. Ja man, hij verstaat ons ja. en als we su gaan praten, verstaat Henri ons ook hè. Ja, Pawakamimang. Pawakamimang. man. Dat mogen jullie twee doen, helaas George en ik Ja man, jammer genoeg, jammer genoeg. ook niet Surinaams. Half, half. Oh, half, half, oké. Okay, Help ja, niet, ja, niet. Nee, toe. <laughs> mm, maar, maar, nog, maar niet helemaal, niet helemaal. Nee, helemaal, oh, helemaal, helemaal. Jij bent de enige, jij bent de enige, wilde. Dankjewel, man. keer Kierent hier niet, Moeilijk, man. Echt moeilijk. Ja. Ik, man, Dit is echt een zwaar moeilijk. onderwerp, man. Hij heeft mooie dingen man, voor man. ons gedaan, man. Ja, maar je, je, uh, je wilt hem gewoon hebben, man. Boss, boss. Je wilt, hem, je wilt hem gewoon uh, in het team hebben, bedoel was... ik. Nou, nou, no, dat is duidelijk. Man. Daar leek het niet op. Daar leek het niet dat om. was wat te duidelijk, maar goed. Broer, je, ik zat laatst nog terug te checken. In die vorige uitzending zei, ze, zei jij van ik ga mezelf even openen nu. <laughs> en ik dacht toch van. <laughs> Ik dacht van, hey ga ik tijdens die edit. No dit. No, <laughs> ga, ga ik tijdens die edit iets te meedoen? Hey, je denk... kan me niet zo pakken, man. Wat is dit? Hé, hey, nu <laughs> zeg je het nee, ook, hè, Joe? Nu zeg ik weer je niet. Je kan man. me niet zo pakken. Je kan me niet. No, yeah. oh, man. <laughs> oh, man. Pause. <laughs> 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 Damn, dus <laughs> nee, <Hey, joh>, <laughs> Hey, die comeback. Maar maar hey, dit, is, is, <laughs> dit is comeback of the season, man. Wauw. No, 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 laat was... hem, hem gewoon klaarstaan, man. Luister, no, 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 ik, ik Sarch. <laughs> luister, ik weet, Sarge, luister, luister, <laughs> ik weet, ik weet hoe, hoe Sarch deze, uitz <laughs> deze uitzendingen voorbereidt. Hij maakt een lijstje van oh, comebacks okay. die hij kan maken. wanneer iets over hem gezegd wordt. en hij vinkt ze gewoon af. Bro, dit was nog <laughs> bijgebleven. <laughs> want ik ben die edit aan het doen. En ik, en ik hoor je de hele tijd zeggen, ik ga mezelf even openen. Ik ga mezelf nu openen. En nu, en nu kom jij mij gay noemen, Dat kan, Dat kan niet. Ik man. heb je niet zo genoemd. Ik, ik heb je heb, niet zo... Niemand heeft je gay George genoemd. begon, maar George daar, begon. Daar, daar begon. kwam het op. No, no, no. no <laughs> Fear de nee, Big nee. Bad Wolf, man. Shit. Ja, Het is wat het is, man. man. Het is wat het is, man. Is is, man. <laughs> ja, man. Je weet yeah, alleen maar is love, is. man. Alleen maar love, man. Alleen maar liefde. En George, liefde. niemand gaat je zo pakken, Kill. Maak je niet druk. Niemand gaat je pakken. Let's ah, carry, okay. On. Okay, Let's carry on. on. Let's carry on. on. Let's carry on. Oh. Kieran, Tierney. Yes. Kieran Tierney. Ja, verkopen, man. <laughs> ik bedoel, maar al te graag wil ik dat hij bij de club blijft, maar. Hoe, voor hoeveel is, hoeveel is het realistisch om hem te verkopen, boys? 20, 15. De, 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 de gerucht was volgens mij zelfs 5. Ik denk dat hij Oef. vijf waard is, man. Was hij, speelde hij veel? Hij was lang geblesseerd. Hij was geblesseerd ja. 5 mil. Uh, uh, waard is, is dan gekelderd man. Ja, maar anders, anders, weet je, anders, als we, als we maar 5 mil ervoor krijgen, haal hem gewoon. Dan laat maar gewoon. Laat hem, wanneer die, hij gaat zijn momenten soms krijgen. Nee, maar luister. Nee, het is niet alleen 5 mil, maar het is ook salaris. Het is ja. ook een extra, ma een, een, een vervanger die je, die, die je daarmee kan regelen in de selectie. Om, nee. je, toch, je hebt nog steeds te maken met een aantal spelers in je selectie. Je wilt ook niet Tierney daar houden en hij is ongelukkig en moet bij Jong Arsenal gaan spelen. Ofzo. Ik bedoel, mm. Dat, 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 dat wil je ook niet hebben. Dus ik denk echt cel, man. Ja, ik denk het ook. Helaas. Ja, dan, dan moet, dan moet, of, of gewoon weer een loon. Volgens mij heeft hij maar één jaar nog op zijn contract, denk ik. Denk ik. Ik weet niet zullen zeker. Op, zullen we hem gewoon op Asje zetten? Ja, Zelf? doe maar, ja. man. Zet maar, zet maar. Hij is toch ja. blessuregevoelig ook, man. Ja, man. Ja, man. ja Jacob Kiewior hebben gisteren. Uh, of was het gisteren? Nee, nee, gisteren, hè? Het was gisteren. Gisteren, prima. Hem gesprek, prima. prima. Ik, 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 ik stap naar over een Prima wedstrijd gespeeld. Ja, man. Kibior. Prima. Kiewior is hard, man. Hij was prima. stabiel, man. Hij was stabiel. Maar je vindt ik hem zeg... gewoon hard, Ryan. Ja, ik vind hem wel hard. Ik weet niet of hij het niveau gaat behalen van Arsenal. Maar gewoon nog een jaartje houden. Als je kijkt naar het verschil tussen. zeg maar niet afgelopen seizoen. maar dat daarvoor en dit seizoen. <tossimus> hij, is, hij was in ieder geval al rustiger aan de bal. En dat had. Hetzelfde met Gabriel. Weet je nog voor, aan het begin van het seizoen? Frits zei. Ja, Gabriel is een beetje shaky. Hij is. zie uh, je precies dezelfde lijn. Dus. Gewoon keep, man. Ja, yeah, yeah, sowieso. 100% keep. Keeper, ja. 100% yeah. keep, keep your man. Keep. George, je mag ook je? wat zeggen. Ja, weet ik. Nee, 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 maar ik ben het er mee <laughs> eens. <laughs> George, bedoel... wat weet je van Tommy Assou? Hard, hard. Snelle verdediger, goed aan de bal. Um, ja, man. Gewoon, gewoon goeie, goeie. Ik zou sowieso keep. Hij heeft me ook verrast, man. Hij heeft me echt verrast, Tommy Assou. Hij heeft me verrast, man. Ik, kijk, Waarom, sowieso vertrouwd om, om, Omdat ik die guy niet kende en hij. Dus oh, zo yeah. Als nee, nee. ze voorkomen, is niet dat ik denk van ja, hey, hij is hard, nee. um, en dan moet, maar, maar je moet je voeten laten spreken. En ik vertrouwde Arteta sowieso al, dus ik dacht wel van deze guy gaat waarschijnlijk koken. En hij heeft gekookt. Ja. Hij heeft, hij ja, heeft Jap Japanse sushi gekookt, <laughs> maki, al die dingen heeft hij gemaakt, weet je, lumpia's, al die dingen. Ja, hij is, is Vietnamees, maar maakt niet uit. Maakt niet uit maak ja. niet uit. interesseert me niet. Japanners hebben niet ook lekkere sushi, uh, lumpia, maar dat was zo'n probleem. Ja. Maar Tomiatsu, to <laughs> gewoon, hij, hij heeft me echt verrast. Zo'n zo lange, dunne Japanner. Die gewoon een baas is. Snelle guy. Gewoon man, je... Hij durft. Hij durft gewoon. Samurai, weet je, samurai, samurai. Bam, gewoon Botox. Ik wil er over één praten, maar Ja, <laughs> ja, ja. Is ja. Hier, ja, hier, ja, skip, skip, skip. Ja, maar gewoon een uh, keep, man. Zinni? Nee, keep, man. Kom op, man. Keep, man. Zinni, keep, man. Voor mij wel. Voor mij wel. Kiep. Zeker. Ik, Weet ik, je waarom? Ik, ik heb gehoord dat hij het vandaag echt niet goed deed, man. Nee, nee. We maar, maar no ja. pa pakkie, wat was het? Ja, drie maar ligt no dat pak... aan hem? Ja, maar ligt dat aan hem? <laughs> dat ligt ja, niet aan hem. Waarschijnlijk. Nee, hij is ook nee, nog aanvoerder volledig. volgens mij van het. Nee, team. Hij is geen aanvoerder, hij is geen aanvoerder. Is ge Wie is aanvoerder van, uh, van Oekraïne? Uh, Jarmolenko. Jarmolenko, Jarmolenko of, of, of Tsiganov, Tsigankov of zo. Ik zeg jullie eerlijk, ik zeg cel, man. Waarom? Ik vind hem wel goed, maar ik denk dat we een betere linksback als tweede optie moeten hebben. Mm. En ik vind Tierney niet goed genoeg, ik vind Timber wel goed genoeg, ik vind Tomiasso wel goed genoeg, maar ik wil iemand anders in plaats van Zinchenko. Hmm. Weet je wat het is? Ik, 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 ik wil gewoon, het liefst wil ik Timber op die, op die links -buiten positie samen met Kivior, zeg maar. links, links, ja. links Ga niet goed door, Sars. Nee, maar, maar het, is, het mooie is jullie weten wat ik bedoel, dus jullie kunnen me meteen corrigeren. Dus daarom ik heb volste vertrouwen in jullie. Oh, maar um, het is kijk het hoe hij twist. Maar het goed gaat door. zo twist. Dat is, zo, bro. Oh. Het is zo. Maar um, ik zie hem, ik zie hem heel graag samen met Timber, uh, Kivior en Timber. En die positie en elkaar afwisselen daar zo. En, en Tommy. En Tommy, maar Tommy ook meer rechts. Ja, dus eigenlijk Timber, Tommy links en rechts afwisselend. Uh, en Kiewir, ja, met name links natuurlijk. Maar Kiewir kan ook centraal, dus dat is wel goed. Tommy ook. Timber ook. Dus in die zin uh, hebben we een best wel goede opstelling. Uh, in dat yeah. zin. Alleen enige wat wel jammer dat is. Wat? Wat he? In die zin. <laughs> Wat? Ik, 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 ik volg hem even niet, man. Ik, ik volg hem ook Sartre, niet. sorry. <laughs> waarom ga je zo stik, hey, Sorry. Maar ik Sartre, Sartre, zo stik, sorry. Sorry. daar hebben we wel een goede verdediging in dat zin. Zeg ik dat? In plaats yeah, van in die hem... zin. Bro, is het Sorry. Sorry. Is dit, is dit, de de keel die ze ging openen, praat, praat de hele tijd Broer, zo, broer, broer. Laat me gewoon genieten, genieten, man. Oké, okay, niet erg, door. Is niet erg. Pak je momenten, pak je momenten. Jezus. Ja, dankjewel, dus, uh, dankjewel. Nee man, maar uh, blij, uh, blij met, die, uh, met die verdediging in dat zin. Ja? Ah, ja. ja. De Sintchenko? Nee, 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 luister. luister. We moeten stoppen met Sintchenko als ze linksback zien. We hebben al verdedigers op, op die plek. Dus Sinjenko is niet die linksback. Hij moet gewoon op middenveld gaan staan. Hij dan wil gewoon hem ver... nog erger verkopen. Nee, hij is gewoon een goede vervanger voor op het middenveld, vind ik. Wisselspeler. Nee, man. Wisselspeler ja, voor goeie. middenveld. Wat? Dan kan die... niet weg, man. Wat, voor de, wat, uh, voor, dan wat voor speler is hij? Bro, dat kan niet gewoon weg, man. Ik vind hem als middenveld... Het is, is, het, is hetzelfde als, uh, als Alexander-Arnold, man. Je kan hem niet oh. op het middenveld zetten. Hoe bedoel je? En Arnold... hij deed het goed gisteren. Nou, nah, vind ik van niet. Ah, nee, hij deed het goed, man. Hij begon, ja. sterk, hij begon sterk, maar. Daarom, daarom. Sterk We, maar, ver, begin... maar, verde maar verdedigend kan hij niet doen wat hij moet doen. Dus ja, hij moet niet verdedigen. Je, nee, maar maar dan is je, het je, toch oké okay nee. dat, je, dat je hem op het middenveld zet. Nee, juist niet. Want, oh. als je, hoe, wij, want hoe wij spelen is dat onze linksback naar binnen trekt. Dat betekent dat de acht. Mm -hmm. Wat Havertz heeft, heeft, heeft ge, um, gespeeld, wat Jorginho ja. heeft gespeeld... moet naar achter schuiven. Dus dat betekent dat hij alsnog in een verdedigende positie terechtkomt... waar je hem niet wil hebben. Jullie mm -hmm. willen hem niet één op één zien tegen een, tegen een Olysee. Tegen een Nkunku, tegen, tegen wie dan ook. Mm -hmm. Nee, maar nee, ik, 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 ik snap yes. je. Wat, kijk, wat ik, wat ik wel... Wat, zeg maar, als, ik, als ik hem ergens zou willen zetten... dan zou het gewoon in de verdediging. zou hij gewoon mm -hmm. als verdediger moeten staan. Mm -hmm. Wat ik wel heb is... Als we okay. hem verkopen, wie vangt dan een beetje die, die uh, ervaring op? Want verder heb je niet echt... Wie? Kimmich. Van ah, waar, ja. <laughs> ja, maar dan, ja, maar dan moet hij heeft komen. Hij heeft nog maar één jaar op zijn contract. Maar dan gaat hij ook die die moeten komen. Over. We kunnen moeilijk nu onze ja, lijst gaan baseren op speculaties Precies. van spelers ja, ja, ja. die ja, ja. eventueel kunnen komen. Ja, ik bedoel okay. het meer vanuit... Oké, okay, wat, wat hebben we nu? Wat hebben we nu? Dan Jorginho moet dan die acht spelen. Of iemand nieuws halen, maakt niet uit of het Kimmich iemand nieuws halen, maar Zinchenko is halen, maar goed, begrijp me niet verkeerd, ik hou nee. van hem, maar ik zeg je eerlijk, ik vind hem niet goed genoeg voor een 8 en ik vind hem niet goed genoeg voor een 5. Timber kan die vijf beter invullen dan Zinchenko en, okay, ik wil niet zeggen Havertz kan die 8 beter invullen, maar Jorginho kan zeker wel heel goed die 8 of die 6 invullen, waardoor Rijs naar 8 schuift. Oké, okay, George, nee, ik, Zinchenko, ik... Lone Keeper Cell. Um, ik zou zeggen dan, het klinkt heel erg als, als een cel en ik, en ik ben het ermee eens. Oké, okay, duidelijk. Ryan, cel. Ja. ja. Sarge. Ja, ja doe, wat, wat, wat vind jij Frits? Nee, ik vraag jou. Ik ben als laatste. Ja, Dat dan. Ik zeg, nee, 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 wacht, wacht, wacht. Die S is al, al ingevuld nee, nou, nee, 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 Het kan, het kan S, nog S, veranderen. Ja, hoe je? die S al die, in, George? Ja, maar, man, Fris, we ja, willen ik... jouw mening eerst horen. Nee, maar, wij tellen niet mee, man. Jullie zijn belangrijk. Man. Nee, nee, nee. Maar het gaat John om zet jullie gewoon mening, die man. S. Daarom. We zijn man. nog aan het praten, hij zet het gewoon het die boeide, S. Het boeide hem niet wat wij vonden. Ik zet gewoon die S, man. Ik ga Edu ook nog bellen alles. Het, het, het draait om jou, man. Het draait om jou man. Hey, ben jij voorzien? Ben jij voorzien? Dat is het belangrijkste. Ga door, ga door, ga door, ga ja. door. Nee, ga ik, door. Zou hem, ik zou hem toch wel stiekem ja. behouden, maar ook niet, maar niet in die. Niet in die linksback-positie. Ik zou hem eerder op het middenveld hebben. Ik vond dat hij daar beter deed dan op linksback. Um, mm. En hij is een goede, hij, is een goede backup, back op linksback. Of uh, verdedigende middenvelden niet basis, man. Dus ik daarom kan vind... ik hem behouden. Maar zeg maar: Ik, ik, ik zeg keep. Zeker met de gedachtegang dat ik er niet vanuit ga dat we zes spelers gaan kopen nu ineens. Dus we gaan gewoon, verwacht ik, max twee versterkingen halen. En ja. dat is prima. En dan heb je nog steeds goede wisselspelers nodig. En dan speelt sint kom maar twee, drie wedstrijden uiteindelijk. Maar dan is hij wel, als hij erin komt, heb ik toch wel het gevoel van we hebben niet een neppe guy erin. Snap je ook al? Ja, zo, zomaar iemand. Uh... Zet het op keep, maar ik heb wel een vraag voor je Frits. Op welke ja. twee posities zou jij versterking halen? Uh, middenveld? Zullen we het daar straks over dus, hebben? Dus dat, dus dat zegt al genoeg waarom ik hem niet op de achterkant. Ja, maar backup. Ik, ik, so. back ik zie hem als backup. Ik zie hem als backup. Daarom. En ik zie ja, ons niet drie middenvelders halen. halen of zo. Okay. Nog, nog niet, nog niet, nog niet, ja. nog niet, nog niet, nog niet, nog niet, Sarge, nog niet, nog niet, nog niet. niet. Oké, okay, ja, ja, nee, ik, ik zet, hield zet, me in, ik hield me in. Mm. Mm. Maar Sintjenko waar de S twee S'en, Sarch, jij moet zeggen. Ja, nee, zet het op keep. Zet het op, op keep. Zet het op keep. Oké, okay, oké, okay, okay, keep. 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 Okay. keep Ja, ik zei keep, up. maar ik weet niet man. 419 was het daar niet helemaal mee eens. Oké. Okay. Nu. No. Bij deze casus. Right. Suarez, streep, Tavares, cel. Kunnen we verder denk ik gaan? Ja. Maar is hij niet, is hij niet al weg? Nee, ja. Nee. Hij moet weg. Ja, man. Helaas, helaas, helaas. Ja, want hij begon aardig. Maar zo. Ja, maar ook zo'n speler die niet meer in het systeem past. Ja. All right, that's it for the Defenders. Maak een foto, mensen, kijkers, luisteraars. Screenshot, zet druk pauze. Analyseer het en laat weten of je het ermee eens bent. Laat het Oop. weten, alsjeblieft. Let's go. All right, let's, let's go, let's go. Kijk mijn man daar, kijk mijn man, kijk mijn man. Kijk mijn man, man, broertje. Oh, kijk mijn man. Eudegaard is mijn man. Ik ja? <laughs> no. mag niks spelen wat je wil zeggen, broer. Martin Eudegaard met een schuine streep door die obra daar. Ja. Thomas Party, cel. Gaat, ja. gaat, gaat gebeuren. Gaat waarschijnlijk ja. toch gebeuren. Ja, dus, uh, het zit Maakt niet, niet uit. Ik vind hem, niet uit. vind hem nog altijd een goede speler. 100%. Maar, uh, maar ook... fantastisch. We kunnen er niet op bouwen. Nee, man. Nee, je bouwen, man. Te vaak niet les, anders. te veel geld. Nee, Tenzij ten, ten no. die, ten, die een gekke paycard neemt. Een gekke. Ja, dat kan ook. Maar Dat, yo, maar, eerlijk, dat, maar dat maar soort dingen die niet meer hier wil zijn. Oh ja. Al soort financiële dingen boeien mij niet, man. Het is gewoon maar, wat het is. Zeg maar, mij, mij boeit er niet wat, wat die spelers maken. Sommige mensen roepen van: ja, maar die krijgt de W.O. I don't care. Nee, maar het <laughs> is, je moet het je. ook zo zien van: als je, als je dat soort spelers laat gaan, heb je meer budget voor andere om, om, spelers. Dat is waar. En, en, en het is ook zo, wat denk ik ook een beetje in de kleedkamer zou spelen: is van, fuck, jij krijgt zoveel, maar je speelt uh, kwart seizoen maar. Weet yeah, yeah, je, uh, 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 zulke dingen spelen. Dus ik ben ook een beetje bang hoe dat op een gegeven moment zal gaan met Havertz. Weet je? Yeah. Maar goed, dat, dat komt straks. Maar uh, dat is cel. denk ik een S, man. Ja ja, 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 ja. Helaas, cel met pijn in het hart. kaart. Ja, ja. drie keer een K zetten, uh, of, of vijf. <laughs> drie keer, nou zet hij drie keer is goed. Ja, deze is ja, overduidelijk. K3 gewoon. K3. Ja. K3, ja, man. <laughs> ja, man. Smith-Row, oeh. 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 Wat gaan we doen, boys? Wat gaan we doen met Smith-Row? Oeh. Um. Wie gaat dat zeggen? Oh. Ik zeg maar... Ik heb hem te weinig zien spelen. En, en als ik kijk... Waar we naartoe gaan met Arsenal... Gaat het er ook niet meer worden. Dus ik denk voor zijn carrière... Is het gewoon beter dat hij... Dat, hij, dat, hij, dat hij naar een andere club gaat. Gewoon heel eerlijk. Sel. dus. Ja, maar wacht even. maar wacht even. Je zegt voor zijn carrière, maar voor de ja. club? Nou kijk, hij is sowieso wel een... Hij is een oké okay vervanger. Zeg maar, wat me bij is gebleven, is dat hij een keer Eudegaard uh, uh, moest vervangen. En toen zag ik gewoon niks, ge ik zag gewoon niks gebeuren. En toen was het voor mij al duidelijk van, ja, ja dit, dit, dit is het gewoon niet. Dit is het gewoon niet. Je, je verwacht altijd iets van energie of gewoon nieuwe, 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 nieuwe wind of zo, maar het, het kwam er gewoon niet van. Maar misschien, maar, dat, ik, dat... maar misschien was die positie dat hij speelde juist niet goed. Want ja. ik bedoel, die wedstrijd tegen Luton blijft me gewoon bij man. Hmm. En dat was ook. Uh, dat is... tuurlijk, tuurlijk, Luton moet je niet gaan vergelijken met, met, een, met een Man United of zo. Of City. Nee. Dat, dat snap ik. Maar hij heeft wel echt goed zijn ding gedaan. En het was voor mij, in mijn ogen was het iets waarop je kan bouwen. Ja, ja kijk, ik, ik moet het hebben, ik moet het hebben van, van wat ik tijdens de wedstrijden zie. En ik denk als. Als Arteta het gevoel had dat hij gewoon goed bezig was, dat hij hem wel vaker erin zou zetten. Maar hij is ook lang geblesseerd geweest en veel gekoppeld. Ja, ja, ja. En, dus en, en ook, wat er ook boven komt, Arteta is niet de type manager die 1, 2, 3 van zijn team wil afstappen. Als het goed loopt dan, loopt, dan loopt het goed. Waarom, het ga nu, mm. waarom ga ik nu rare dingen doen? Terwijl wanneer er wanneer ruimte er is om die wissels te maken, dan doet hij ja. dat ook. En dan nogmaals, dan blijft die wedstrijd van Luton me bijstaan. Ja. Ik denk dus ook. Ik trouwens, zou, ik, ik, ja. Nog een seizoen dan? Ik zou hem keepen, maar dat is mijn mening. Maar gaan, gaan jullie maken. Yeah. Ik, ik denk trouwens ook hoe je dat zegt, dat Arteta dat. Kijk, zeg maar, twee seizoenen geleden, toen we zo lang eerste stonden, toen merkte hij dat hij wissels doorvoerde op basis van gevoel en emotie. Bijvoorbeeld Ruiz Nelson komt erin tegen Nottingham, Ruiz Nelson komt erin tegen Bournemouth. En je weet toch, hij maakte beslissen. Het leek alsof iedereen een rol te spelen had in het elftal. Dit seizoen is hij zelfs in zijn wissels. Is hij best wel stug geweest. Van hé, hey, dezelfde mensen komen erin. Ja. Die moeten het verschil maken. Ja. Dus ja, hoe je dat zegt. Maar ik zou hem keeper man. T voor mij persoonlijk is het tussen hem en Viera. Een van de twee moet eraf. En mm. voor mij is het Smith Row keep. Ja. En Viera, zelf. Ze zijn een beetje hetzelfde in de zin van. We weten niet precies wat hun, wat hun beste positie is. En ja. Het is een beetje lastig, want je kan hem links, je kan hem links uh, buiten zetten. Je kan hem op acht zetten, bij wijze van spreken heeft hij geprobeerd. Je kan hem op, op tien zetten. Het is een beetje lastig. Er is geen ruimte voor hem, want er zijn geen kansen bijna. Maar ja. ik zou hem gewoon keepen, man. Oké. Okay. Voor op Dat zijn minst, man. man ja. ja, ik vind het moeilijk, man. Ik vind het moeilijk. Een paar keer weg. Lastig. En stel je voor, er komt een middenvelder, wat ze sowieso wel willen. Ik, ik denk dat er sowieso wel een middenvelder komt. Dat is zeker. Ja. ja, maar dan heb je één middenvelder en dan doe je er twee weg. Um. Zouden het, wie uh, was die middenvelder of wie ze het hadden die zou komen? Um, Onana vooral, denk ik. Juist, van Everton, ja. Die was... Uh, die, die was in de Keuken. Ik hem vandaag ook niet goed bij België, maar in Premier League seizoen bij Everton vond ik hem heel goed spelen. Zeker. Meerdere wedstrijden gezien van Everton, ik vond hem ook ja. tegen ons, ik vond hem gewoon heel goed. België het feit dat hij daar basis staat vind ik trouwens wel al veelzeggend. Bij België Ja, dat zegt ja, dan dat hij echt een talent is. Hij is goed Sorry. man, hij, hij, hij is gewoon goed. Hij, is goed. hij, heeft, de, hij heeft de beste scoren van, uh, van het team. Zelfs beter dan De Bruin, Kijk, oh, okay. zie ik nu. En hij... En hij heeft wat weg van party, hoor, hoe hij speelt. Ik zeg je ja. eerlijk. Ja, groot. Hij echt iets weg van party. Oh, maar toch, toch wel techniek. Ja. Maar wat gaan we ja. doen met pro Boys? Ja, ja, ja. Ja, man. Ja, ja. Effe, um, even terug. We dromen cel. zo. Maar. We dromen van zo, Van mij maar. cel, man. Het is Twee het cel, is twee echt. keep. Ja, ja, twee cel, twee keep. Een soort Ryan. maar ik zeg, zo, ja. kijk, mijn, 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 mijn Arsenal hart... En, en, en iemand die ook geeft om de jeugd van Arsenal... Denk dan weer van, ah, la, 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 laten we hem toch nog een, een, een seizoen geven. Maar luister, boys. Als jullie denken aan volgend jaar Premier League titel, ja, ja. Hoort Smith Dat denk, dat, dat denk ik, die... ik niet aan Smith -Roll. Ik ben denk gewoon ik heel dan eerlijk. Aan dan denk ik niet aan Smith Row. Maar, ja. nee, maar dan is de vraag: denk je dan aan Smith Row als in, hij staat basis? Of nee. denk je dan aan Smith als hij kan vanaf de bank, kan hij wat regelen? Ja, maar er dan, zijn dan, ja, dan andere wil je... opties. Ja, maar eigenlijk, ik snap, ik hoor wat je zegt, maar eigenlijk wil je niet eens zo denken. Je wilt gewoon dat zelfs de bank zo sterk is, ja. dat het bijna voelt als... Ja, alsof, alsof we gewoon even ik snel vind toch weer... gewoon als bankspeler niet eens meer goed genoeg met, met ja. hoe we gevorderd zijn als, ja, dat, als, als team. Als ik Daarom. het zo hoor, dan zou ik zeggen gewoon loon, man. Loon hem. Loon hem uit een seizoen, Yo, laat hij gewoon een... Ja, wanneer, kan ook, wanneer, maar, wanneer was die, maar dat is twee, twee ik het seizoenen ook mee geleden. Twee seizoenen geleden dat hij werd geloond, kwam hij terug, blessure, spelen, weer blessure, dit seizoen, weet je. Dus ik zou hem gewoon lonen. Laat hij die, laat die kijken wat hij kan doen bij een, uh, bij een premier, bij een, bij een subtopper, hmm. of, of een, of een uh, degradatiekandidaat, maakt niet eens uit. Laat hij zien wat hij kan doen. Verhuren maar Villa. Bijvoorbeeld, maar ik denk niet dat Villa hem uh, nodig Met heeft. Met loon kan ik nee, het Villa, nog wel eens Villa, zijn. Villa, Villa wil hem serieus. Dan hem uh, uh, kopen. als loon. Ja, maar willen ja, ze hem als loon? Ja, dat weet ik niet. Maar, dus je daarom, hem, maar ja. als hij gewoon, gewoon naar zo'n team kan gaan, is het goed. Als hij naar Villa zou gaan, nog beter. Speelt hij Champions League? Ja, dingen kent ja. hem natuurlijk. Uh, hoe heet hij? Emery, uh, Emery. Emery. Emery, dus. Oké, okay, loon. Loon ja. heb, ik, heb ik dan tevreden mee. Ja, ja, iedereen is tevreden met loon. Is, of wat ja, we keep long? of zelf, we doen loon. Ja. ja, gek, hè? Ja, ja, ja. Oké, okay. ja, ja, Ga, ja. gaan we allemaal voor L? Ja, ja. toch, ja toch. Sowieso take the L, man. Just take the L. Take the L, man, the L. man Smith Rowe. Forgigno keep. Forgigno keep, <laughs> zeker weten. Goede aankoop gebeten. <laughs> Yeah. Wat zei je? Orginio. Ja, man. Ik, dat klonk wel sick, maar... Um, <laughs> ja, ik ben wel oh, voor een oh, kick sowieso. Bro, hey, we gaan, we met we Disney gaan Disney echt gecanceld worden, man. We <laughs> <laughs> gaan echt... Om meerdere redenen. Niet eens op één. Om meerdere. Orginio. Die is wel hard. heb nog nooit gehoord, man. Ja, man. Die is wel... Ja, man. Die is hard. Die is wel hard. Hey. Ja. We gaan door de volgende. Oké. Okay, Albert Sambiloconga. Lokonga Ja? Ja? Weer ja. een weer loon. Ja, ja, ja. Maar ja, ja, ja. Hij, deed het, hij deed het best wel goed. Hij, ja, deed, het vol... goed. Oh, hij wacht, deed het gewoon ja, goed. Ja, misschien... nee, 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 maar wacht. Weet je wat, waarom ik zelf zei? Omdat je misschien nu juist meer voor hem gaat kunnen vangen dan als je hem weer gaat lonen en hij stelt teleur. Maar wat of als hij, als hij Maar, of maar, iets. maar, maar ja, denk hij... je niet dat hij een beetje op het hij wordt verkocht, trouwens, voor jullie informatie. Hij okay. heeft zelf al gezegd: van. Uh... Als hij niet speelt, gaat, wil hij weg, toch? Nee, hij heeft al gezegd: van. Het uh, dit, 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 dit is klaar bij Arsenal eigenlijk. Oké, okay, dan, dan mag je hem al meteen op een uh, ja. S zetten, toch? Het ja, heeft ja. niet zin wat wij ervan ja, vinden. Next. Next. Ja, Als dat, dat zo is. Ja. Fabio. Loma. So, okay. um... Direct, ik zeg je eerlijk loon. Stel. Ja, ja. Ik, ik denk ook sel, man. Ik, ik zie Ik zie er niet heel veel. Meer uitkomen. Ik weet niet, om eerlijk te zijn, ik hou niet eens van zijn, van zijn bouw, man. Gewoon, hij ja. lijkt gewoon iemand. <laughs> ja, gewoon hij makkelijk... is gewoon vriendjai. Hij is als een vriendje <laughs> <situation>. <laughs> we, we, Weet je, het is met Vera? Je vergeet hem gewoon terwijl hij op de bank zit. En denk je, oh ja, die kill leeft nog. Hij is er nog. Ja, ja. Hij heeft echt, periode, ver, hij heeft echt de verkeerde naam voor een Arsenal-speler, man. Ja, sowieso. <laughs> ja. Je moet vlammen als je zo heet. Ja, ja, man. man. Ja, ik, um... ik, maar ik zeg, ik zeg loon. Uh, maar goed, als jullie alle drie cel zeggen, dan moet je het op een S zetten. Ik zeg ook wel cel, Was... man. Ja. Maar, ja. maar weet ja. je, het, is, het, het gaat, gaat waarschijnlijk toch niet gebeuren. Want zo'n contract is pas, de uh, loopt nog lang niet af, volgens mij. Of wel, Rijn? Mm, uh, nee, maar het schijnt wel dat Arteta niet tevreden is met, met zijn trainingsintensie. Training, dus ja, dat hij kan, dus dat kan verkocht worden. Maar we gaat alleen niet voor verlies maken, man. Zwaar. Ja, we hebben 40 mil voor hem gelegd, maar we gaan op iedereen bijna tot nu toe op. waar we zelf hebben gezegd, gaan we vries op maken. Ja, wij maken. Wij maken nooit winst hoor, als wij spelers ja, verkopen. Crazy, onze onze duurst verkochte ja, okay. speler is Oxley Chamberlain voor 35 ja, miljoen. Dat is echt niks, is Precies, Dus wij maken geen winst op spelers man. Ja, Vieira zelf van mij ook dan, man. Ik, ik, ik wil alleen maar toppers. En mag ik je vragen, wat zouden jullie voor hem, uh, voor hem willen dan? Oh. Wat denk je dat eerlijk is? Ik bedoel, je wil 100 miljoen vormen, maar dat krijg je natuurlijk niet. Maar wat is een eerlijk bedrag dat je voor hem zou. Ik denk tussen 12. de. Ja, tussen wat ik net zei. Tussen de 10 en 15 zou wel logisch zijn. Ja. ja. Oké, okay. Cool. Ja, cool. Cell. Terug, na, terug naar man. Porto. Tot ziens. Ja, 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 precies. Ja, desnoods, man. Ga weer de liefde voor voetbal terugvinden daar. Oké, okay, dus. Cell, hè? Ja, ja, man. El Nini oh, wordt Nenny al verkocht. Is, is al ja, weg. Ja. Ja. ja, die is al weg. Die andere twee kunnen we op keep zetten. Ja, alleen ja, echt bedankt voor je services, man. Ja, maar, ja man. Lobby, echt, man. Uh, top, man. Lobby, man. Um, hij, helemaal niet hij was helemaal niet zo'n slechte speler, man. Nee, nee maar hij was, niet hij, was, niet hij, van. was hij gewoon was niet zo arsend genoeg. Ja, ja, genoeg. Ja, ja, <laughs> ja. Zijn haar was ook te lang en zo. ik wel. Wat <laughs> hij op zijn hoofd dat heb jij nu op je kin, Kiel. Maar het was... Kijk, zie je kijk is weer zo'n comeback die hij afstreept, deze man is eindelijk naar kapper gegaan, Hij praat gelijk groot. Hè? Mijn mensen, kijk die andere afleveringen, kijk naar Sahara, alsjeblieft. <laughs> hij is ineens naar kapper gegaan, hij praat groot, hè? maar dat spannend. Ik accepteer ja, dan... het nu, ja? Ja, dat maar so, je zo. Zet, zet die andere alvast op kip. Oh, uh, oh ja, sowieso, sowieso. Maar hoe heet het? Maar uh, hij was een presence made in the dressing room, man. En ik denk dat dat ook een, uh, een ja, reden is waardoor die. Ik nog zet een... het alvast, maar we kunnen het erover hebben. Ja. Ik, ik, maar... ik, 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 heb, ik geef je gelijk, Sarge. Ik, dat heb, vind ik ook. Hij was een, uh, gewoon, een, hij was gewoon een, een, een mascotte slash, je weet toch? Een, een... Gewoon een motivator in de job. Een ja. cultheld mm, uh, Ik weet niet. cultheld is, is denk ik niet de juiste bewoording hoe ik hem zou omschrijven. Iets held in is die tijd. Zwaar, niet ja, niet maar, ja, hij speelde te weinig om een cultheld te zijn, heb ik het idee. Maar ik snap je punt, snap punt wel. Ik snap je punt wel. Wel qua energy. Ja. Oh ja, zeker. Oké. Okay. Oké, okay, halfers, Reis, Keep. Zware Keep. Mag ik nog even snel twee spelers benoemen die er niet op staan? Oh, ja. oh Ja, hoor. Ga je gaan. Noaneri. Mm. Ja, maar lastig. Uh, hij is nog. Uh, ja, sowieso is hij gewoon een Keep. Maar hij, is, hij speelt niet echt voor het eerste. Nee, maar het nee, e nee, nee. hij heeft één keer is, gespeeld, hij maar. Hij is nu gepromoot naar, naar eerste team. Ja? Ja, okay. Okay. officieel. Yeah. Nice. Oké, okay, dat, ja, dat, dat soort dingen weet jij. Wat voor nummer heeft hij gekregen? Wat voor rugnummer? Volgens mij nog is het hetzelfde gekke 80 nummer. Of misschien komen we erachter over een paar weken. Ik weet nog niet. En, um... Gefeliciteerd man, Ethan. Het is, je, het is je gegund. Het is je gegund man, 100. Hij is nu en 16 dit... toch? 16 en een half, 17. Zoiets ja. ja. Goeie, goeie, En die andere speler? Charlie Patino. Hij is ook gepromoveerd nu. Nee, um, hij komt terug van nee, Loon toch? Komt terug van loan. Hij heeft het bij Swansy heel erg goed gedaan. Um, hij is toch zo'n type man. Fabio Vieira? Hij is een type Frenkie de Jong. Hij is ook echt oh ja? gewild door heel veel clubs. Is hij ook... Ik heb hem nooit zien voetballen, echt. Hij, ja, hij heeft zijn debuut gemaakt en gescoord voor ons. Ja, nooit gezien, misschien als ik het terugzie of zo. Weet je niet, maar... maar hij maar is een dus um... type Frenkie ja, de Jong. was een cup uh, Kopgame ja, maar... toch? Ja, kopgame. Ja. Ja, maar hij is, ja, hij is type Frenkie de Jong. Hij houdt de, ba de bal op, durft open te draaien. Maar gewoon, wat, is, ja. uh, wat is dan de bedoeling met hem? Ik, want... denk, ik denk dat ze hem gaan verkopen. Um, want hij heeft zelf gezegd: Als ik niet speel, ik, wil ik weg. Ik wil, ik wil, ik wil speeltijd hebben. Ik, op, op, op one shape, way of form. Ik weet niet of hij zegt first team. Maar, <laughs> maar misschien, Die... moet je, misschien moet je hem juist nu dan de kans geven gewoon. Ik zeg kijk, het ook. Maar het is ja. lastiger. Want, je, want we moeten wel sterk beginnen. Mm -hmm. als, als hij het niet is. Dan moeten we wachten tot aan, de, tot aan de winter. Voordat we iemand kunnen halen. Als er überhaupt iemand beschikbaar is. Ja. Nee, maar daarvoor is pre-season. Pre de eerste wedstrijd Precies. speel je die man. Dan zie je wat hij doet. Ja. En je haalt gewoon een extra versterking erbij. En dan kijk je gewoon. Oh, het hoeft niet per se te zijn dat hij nee, basis ja. moet spelen voor mij. Als hij tien wedstrijden kan krijgen dit seizoen. Is eigenlijk voor mij al genoeg. Ik om te kan, zien van wat doet die kill? Ik denk eigenlijk ook voor hem. Als hij ja. gewoon die vervanger, die, die naast uh, uh, Jorginho vervangen kan zijn op het middenveld, is dat denk ik wel voldoende, denk ik voor ja. hem. Ja. Maar ik weet niet, we gaan het zien man. Maar, en en, en, uh, en Waneri, wat is de bedoeling met hem dan? Gaat hij dan? Die, wat... die gaat langzaam gebracht worden waarschijnlijk. Maar wel op de echt. bank dus, sowieso. Ja, zo. Ik ga er vrij op de bank, maar ik zeg jullie eerlijk: van wat we gezien hebben van hem bij preseason, was hij wel sterk. George, hoorde je niet, man? Ik ja, zei, man. hij was hard, hij was hard. Ik dacht ook even dat hij vast zat. Heel even, dacht ja, ik. Ja, nee, nee, dat nee, dat nee. Dat nee. Hij, uh... Dat nee, het man, George ja. 0,5 werd. Maar nee, mijn connectie is goed. <laughs> <laughs> All right, boys, That's laten we naar we de volgende gaan. <laughs> ja, scherp, <laughs> Next, scherp. Aanvallers, aanvallers. Right. Oké, okay. Trossard heeft hij gekozen. Hoor. Doe maar, ja, doe maar. Wow. Wow. Hij He is amazing. kapot blij. Kijk hoe blij, kijk hoe blij, yeah, blij hij, hij kijkt. Hij heeft een pakje gekregen, maar maakt niet uit. Hij is blij. Hij is nog naar Rees. Ja yeah, oh man, van, you, you gotta go, you know man. Of, lacht hij yeah, hem uit had, of had wat Hij gaat waarschijnlijk wel weg, man. Ja, helaas wel. Oké, okay, uh, yeah, laten, like we yeah. laten we doorgaan, laten okay. door. we doorgaan. Okay. Oké, Saka, kiep, right. Jesus, kiep, Martinelli, kiep. Mm. Hey, maar wacht even, je gaat heel Ooh, snel. Oeh, gaat snel. ik wacht even, even, wacht ik, even, ik, wacht ik, even, ik, wacht ik, even. Ja, ik twijfel over... Ja, wat is... Jesus. Wat? Ik twijfel ook over het. Ik twijfel wel over Gens. Ze zijn ziek in jullie hoofd, man. Ze <laughs> hebben, <griep, laughs> hebben griep, koorts, alles hebben jullie. Oh, maar no, no, no. Die, maar die, die, die Samba heeft je gek gemaakt, dat is het gewoon. Nee, het. maar leg maar Hey uit. boys, even snel. Weet je wat ik vaya vind? Vertel. Hij en Zinchenko worden precies gebullied alsof ze bij, bij City gebullied worden, werden. Mm. Je komt binnen, je denkt, hey, die kills is hard, en ze verliest verliezen verliezen basisplaats. Ja. ja, maar noem je dat geboeid? Ik vind het van je? wel. Ja, van je plek. Zeg maar, zeg maar van je plek af gebullied. Besef, sinds Haven ja, dat... staat, speelt die man geen spita meer. Hij wordt gewoon rechts buiten geplaatst ja, of links buiten. Ja, maar hij is een andere type aanvaller. Hij is ook een meer een verdedigende aanvaller. Ja, dat wel. Maar hij kwam binnen als ik ga die eerste spits worden en ik ben die nummer 9. Dat, dat ja, was de luisteren. bedoeling. Maar dat was ja. niet... Dat, maar weet je, 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 het is nog steeds een goede speler. En je ja, hebt to, you have to adapt, maar kijk, ik, was, ik, ben, ik zeg ook niet heel snel keep, want je moet ook rekening houden met bepaalde dingen. Uh, en dat is ook natuurlijk, je kan nog wel, je kan nu wat voor hem vangen en hij heeft een hoog salaris. Dus ja. als, wij, als wij een nieuwe spits willen hebben, moet je er wel over na gaan denken van, wil je, is het dan ja, handig, maar, je luister, handig luister, 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 laat me jullie even iets zeggen. Hè. Kijk, als je echt een club wil zijn die bij de, bij de wereldtop wil meedoen. Moet je niet denken dat je ineens al je spelers moet verkopen en dat je in één seizoen weer alleen maar vervangers koopt. Dat je niet 300 miljoen hebt, tenzij je een scheik hebt of zo. Zo so, 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 so handelen wij niet. En je moet nu bouwen aan iets. Je moet bouwen. Niet, niet, niet bouwen en dan afbreken helemaal tot de grond mm -hmm. en dan weer opnieuw gaan bouwen vanaf nul. Je moet door blijven bouwen. Ryan, wacht. Jesus is die guy die meer brengt dan alleen goals. En ik zie hem ook niet als basisspeler. Maar ik zie hem wel als een hele goede kwalitatieve speler die vanaf de bank kan komen. Die, hij is zo'n speler die ineens het spel open kan breken. Met zijn acties, met zijn dit, met zijn dat, met zijn, met zijn strijdlust. Hij kan de wedstrijd openbreken daar waar het niet lukt. Misschien met de Havertz, weet je, een keer. En dan is hij misschien niet die guy die die ballen prikt. Maar hij kan wel voor die, wat ik zeg, openingen zorgen. Of die assists, of weet ik veel wat. Dus, um, Jezus moet veel meer gerespecteerd worden, denk ik, dan die, alleen die goals die we verwachten. Want hij, hij gaat dat niet voor ons brengen, is al duidelijk. Maar bro, maar bro, even snel. Als hij, die goal, als hij nu, laten we zeggen, vier goals, vijf goals meer had gemaakt dit seizoen, waren we waarschijnlijk kampioen geworden. Ja, maar dat kan je ook van meerdere partijen zeggen die bepaalde kansen hadden. Maar, kan. maar, ja, maar hij is. is ja, maar kijk, hij, maar hij, het is wel zijn positie. Het, het is zijn bedoeling om dat, het is zijn ja, bedoeling maar, om luister, dat te doen. Ja, maar, maar dat betekent niet dat je hem dan moet gaan verkopen nu. Kunnen jullie verkopen? Ik zeg niet verkopen, maar ik zeg wel van. Wat je nu zegt. Hij is wel gekomen als een 9. Met andere woorden, ik wil zien dat hij scoort. Ik vind het leuk dat hij op play doet, dat soort dingen. Maar hij heeft dit seizoen. Minder gescoord dan, dan middenvelders. Minder gescoord dan genoeg, verdedigers. Maar hij heeft mij wel genoeg reden gegeven om te blijven. Ik snap ik zeg, je? Hij, ik hij, hij, ik hij, hij is voor mij niet die negen die moet starten. Dat zeg ik. Hij, Wie heeft het beter een negen die scoort? Wie heeft dan het nou als beter eens. gedaan? Eddie nee. of... Uh, Jesus. Jesus. Come ja, on, man. Kom op, man. Yo, Eddie, nee, nee, nee. nee, 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 nee ik heb, love voor love Eddie. Ik man, heb het over goals, hè. Hij heeft één goal meer. Ja, Jesus. Ja. Oké, okay, alright, alright. Ja, maar luister. Maar, ik, ik maar zeg, kijk, gewoon, zeg, een, check, gewoon ik, een check. Ik, ik zeg, haal hem nog één jaar. Maar dit is voor hem wel een jaar van bro, je moet ervoor vechten, man. Want anders ga je geloosd worden volgend seizoen. Ja, maar luister. Maar luister, maar luister. Nee, maar, maar je bent, je, dat is toch ook een goede punt van hem? Fabi. Van Ryan. Want je geeft hem nog een... Maar wat wil jij? Je wilt hem nog bijtekenen voor vier jaar? Nee, we, we hebben het over voor het komend seizoen. Ja, maar dat zegt hij toch ook? Van, hou, hou, hem deze seizoen, hou hem dit seizoen. Ja, ja prima. M maakt niet ik wil hem gewoon volgend seizoen in ieder geval erbij hebben. Dat is sowieso. Ja, dat wat er daarna uit. gebeurt, dat, dat weet ik niet. Dat, dat zien we dan wel. Um, zeg maar... Er is, er is geen betere, veel betere voorhoede spelen dan... Jezus op dit moment. Dus ik, het, is, het is bijna domme Bij want, ons bedoel uh, je, bij uh, ons. Bij ons, bij ons, bij ja. ons. Oh. Bij ons. Oh. Raaij rustig, rij rustig, Bro. kalm. Raaij. Raaij, raaij, raaij. Raaij. Ik ook kalm. Rij rustig, man. Ja, ik kreeg 404, ja. voor, maar error. Nee, 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 alleen, nee, maar, nee. Dus, alleen maar rimpels. Nee, Echt, man. Maar, maar daarom zou ik zeggen: van hou, houden. En ik weet niet, als er nu ineens twee spitsen komen wat niet gaat gebeuren, um, dan zouden we hem kunnen verkopen. Maar ja, ik, waarschijnlijk gewoon houden, man. Ja, voor, voor, voor komend seizoen in ieder geval houden. Ik, ik, ik blijf ja. ook kritisch, hè. Niet denken puur de samba dat ik ineens blind ben. Ik ben super ja. kritisch, super kritisch. Maar voor volgend seizoen houden, keep. Ik, ik denk trouwens dat hij als, Vleugels, als vleugelspeler gebruikt gaat worden komend seizoen. Ik denk het ook. Ik, ik de, oh, Trossard was gewoon gevaarlijk. Ja, ik denk dat hij, dat hij als we geen rechtsbuiten, extra rechtsbuiten halen, dat hij de, de tweede rechtsbuiten wordt. Dat denk ik. Mm -hmm. Jesus, toch? Ja, dus achterzakken, wel. Wel achterzakken. Ja, ja, ja. Hij is niet snel. Gewoon, wat wat zeg we van Martinelli? Man. Goed. Ja, keep, man. Ja, ja tenminste, keep. ik zeg keep, 100%. Keep. Ik zeg ook keep. Ik ja, zeg keep. keep. Maar hij moet wel presteren, maar keep. Keep. Ja, ja. ja keep. Marquinhos cel, dag, <laughs> <Tot ziens. laughs> dag, precies. Wat, Dat is raar, is wat niet een wilde simpel, aankoop, man. man. Wat een wilde aankoop. Hé, hey, zeg. maar hij leek wel echt hard, man. Ja, ja, ook niet, hij leek ook niet hard, man. Jawel, hij leek hard, hij leek hard. Hij leek Wat, zijn hoofdvorm? Zijn hoofd, voor hem? Zo hoofd. Zo hoofd. Oh, ja, ja, ja. Als je naar hem ja, ja. kijkt, denk je van ja, maar hij is Bro, zet, dan, speler, zet, zet die dingen snel op, op, zet die ding snel op. Snel. Ja, maar ja, maar S. No, George had nog te twijfelen toch, man. Ik, Nooit. Dat niet, dat no, <laughs> so. niet. Niet, niet, niet. Ik zei nog die dingen in plaats van <laughs> dat ding, want ik weet gewoon. Ja. Snel, eraf. No, maar Frits moet mij hebben, hij hoeft jou niet te hebben. Hij, uh, hij uh, zoekt uh, hij <laughs> dingen <laughs> bij mij toch, niet bij jou. Dus no diddy, uh... no diddy, again. Maar goed. Ja, Eddie en guy, man. ja, zelf. Helaas zelf. Ik denk niet dat het, dat het veel beter gaat worden met hem bij Arsenal. Mm -hmm. En als er een spits bij komt, dan is het, is het klaar voor een man. Klopt. Da da daar ik, da daar hoop, gaat die... ik hoop dat hij vlamt bij een andere club, niet in de Premier League, dankjewel. Ja, alsjeblieft niet, man. Hoeveel, hoeveel maar Ik je zie voor... het wel gebeuren. Wat is wel eerlijk? Twintig. Damn, maar waarom, waarom lijkt het alsof we altijd zo weinig waard zijn, man? Ik Blijf, bedoel, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Het is een jeugdspeler, we maken het ja. aan toe winst op hem, hè. Dat uh, ja, maar, maar ik snap wat George zegt, waar we het, het net is ook gewoon over van, hadden. Ja, ja, ja. Van, hoe, Kijk, hoe is onze duurste voor... speler? 35. Ja, 35, ja, 35 gewoon. It's, ja. it's crazy, man. Nou, ja, maar, 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 maar bro, ja, eerlijk. Vorig seizoen was hij 25 waard en hij heeft dit seizoen vrijwel niks gepresteerd. Hij heeft één hat gemaakt en that's it. Maar het heeft ook, denk ik, een, met alle respect een beetje te maken ook met, het, uh, met, met, met het beleid van Wenger, hè, toen de tijd. Dat, dat, we voor zo weinig, uh, dat we zo ja, weinig ja. krijgen voor spelers. Want ik bedoel, kijk naar Sanchez. Ja. Als Sanchez nog drie jaar op zijn contract had, zouden we, zouden we kill, misschien 100 miljoen voor hem hebben gekregen. Ja. Ja, maar we, waar. we stelden het uit om een of andere reden. Stelden we het uit. Weet je, zulke dingen. Henry ook. Maar ja, goed, dat is ook dan weer ook een beetje een andere tijd. Ja. Maar weet je, je moet gewoon als die spelers hot zijn en ze zijn gewild en je kan echt onminder voor krijgen, dan moet je ze laten gaan. Maar Arsenal is meer van. We houden ze die spelers gewoon. En dan uiteindelijk. Bloeien ze, zijn ze gewoon niet meer wat ze waren. En dan gaan ze voor, voor een minder bedrag weg. Van Persie, dat is een ander verhaal natuurlijk. Was ook ja. zoiets van laatste, laatste jaar. Mm -hmm. Dus laat maar gaan, maar. Weet je, ja, we waren, niet, we waren niet savage, man. We lieten nog, oké, okay, weet je, dit seizoen we gaan het nog proberen. We gaan het toch proberen bij te ja, tekenen. Maar, en dan gaat die yeah, yeah. Gaan de deur uit, Frans. Ja, maar, ja, maar we, zijn, we, zijn, ja, we zijn te lief, man. We zijn maar heel, dat, uh, te lief. heel Heel kort tussendoor. Want uh, kennen jullie uh, het programma op Sky Sport? Ik ben heel even de naam kwijt. Maar het is met Gary Neville, Jamie Carragher, uh, Roy Keane en Ian Wright. Ja, ja. ja en ik elke beloed. keer nodigen ze een speler uit. Ja. De afgelopen keer was het Vieira die kwam, Patrick Vieira. Oh, en ja. ze hadden het eigenlijk over. Tuurlijk is iedereen heeft, heeft iedereen een hoog pet op van Arsene Wenger, maar ze hadden het over van die verschil van hem en Mourinho. En dat ding ja. is bij Wenger is het van als speel je nep, nee is goed, weet je, hij gaat je troosten, hij gaat je opweten. Ja, pamperen en dan hoop je toch, dan doe je het volgende wedstrijd of die wedstrijd daarna, of die wedstrijd daarna doe je het wel. Maar bij Mourinho is het gewoon, brada, dat je speelt niet goed. Je bent gewoon uit de Of tenminste, ja. je speelt niet de volgende wedstrijd. En dat, dat hebben wij niet. Die, en dat beginnen wij nu te krijgen met de Arteta, die cutthroat. Hé, hey, Bra, je moet gewoon presteren, anders ben je gewoon eruit. Klaar. Geen hmm. uh, pamperings en dat soort dingen. Ons geluk was dat we toen de tijd gewoon heel veel spelers hadden met veel talent. Weet je, Henry Vieira, uh, Overmars, uh, Bergkamp, noem ze maar op. Hun hadden gewoon talent en hun presteerden gewoon week in week uit. Maar die andere spelers op de bank en zo. He, ja, we pamperden ze gewoon van uh, nee, is niet erg dat je, weet je niet goed hebt gespeeld. Geef je nog een kans. Doe gewoon ja. je en, best. Doe gewoon en, je ik best. Denk, en ik denk dat Wenger een beetje op loyaliteit probeerde te spelen, maar dat spelers gewoon geen loyaliteit naar hem te worden. Nou, op een gegeven moment niet meer. Op een gegeven nee. moment niet meer. Want heel veel spelers wel, hoor. Weet ja, je? maar op een gegeven oh, zeg moment... Maar die laatste jaren van hem... Precies. Nasri Lousou, Clichy Lousou... Sanja Lousou, Song Lousou... Van, van Persie. Die lijst gaat maar door, maar. Zelfs ja, Harry, man. Zelfs Harry, met alle respect. Ja, hij had ook Je zoiets. weet toch? Hij had hij ook zoiets, heeft zoiets van... Loyaliteit. van uh, ja, loyaliteit Hij zei ook, ik okay, wil echt prijzen winnen. Ja, hij maar. wil ja, ja, gewoon winnen. Ja, ja, je wilt winnen, toch? Je wilt winnen. En ja, dat ging je niet doen bij Arsenal. Want dat is ook wat Van Persie zegt, toch? Ik vroeg aan de boord wat, wat, wat zijn de plannen. En toen hij dat hoorde, zei hij: No, man, ik rot op. Ja. Ja. Maar daarom, jullie, als jullie tijd hebben, want het duurt wel iets van een uur, anderhalf uur of zo. Kijk die, kijk die uh, serie checken. met Viera. Het is wel interessant wat ah, ze was bespreken. Het, was het ook met uh, die aflevering, ook toch? Je zegt serie? Aflevering. Aflevering. Het, is een, het is een serie, maar een aflevering met Viera zat erin. Dus Viera. Check die. Maar, maar ook uh. dingen was daar, toch? Uh, die guy van uh, Manchester. Er zijn uh. een paar van Manchester geweest. Ik heb ze niet allemaal gezien. Ik weet, volgens mij, Rooney was er een keer. Uh, en eerlijk weet ik het eigenlijk niet. Ik weet alleen Viera uh, en Rooney toevallig. Okay. Ja, 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 ja. Goeie, goeie. Maar Enketia, ja. Sel helaas. Ja. Ja, ja, helaas. We wensen hem het beste. Trossard, keep. Trossard. Ik denk... Uh, Wat zeg jij? Keep. Sarge? Ja, yeah, keep, maar Keep, sowieso. Keep. Ja, man, 100%. Ries, Nelson, Ryan, Ryan, Ryan. We willen van jou horen, we willen van jou horen. Ja, maar, jij ja. mag het bepalen, jij mag het in. Jij mag het bepalen, het is jouw Loon, 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 loon. Ja, weer. <laughs> hij kon het niet over zijn hart verkrijgen. Het <laughs> doet me al het doet me hart pijn toch? Hij kan maar... niet zeggen. Nee, maar, maar eerlijk Eerlijk is eerlijk. Je weet toch, mijn hart zegt: hou hem. Maar. Ja, als, als Dingen hem toch niet gaat spelen, als Arteta hem toch niet gaat spelen, dan verkoop hem gewoon, man. Je hebt hem random een contract gegeven, je hebt hem op 100k gezet. Leuk voor die jongen, maar je hebt hem niet laten spelen, dan verkoop hem gewoon, man. Je hebt nog veel jaar op zo'n contract, dus je kan wat voor hem vangen. Verkopen We wel, dus. Ja, hela, helaas, mijn hart zegt nee, maar je weet toch... Hij mag nee, wel een seizoen was... naar Ajax komen. Ja, man, ik, ik ja. wou hem wel. Ajax uh, gaat wel. die brokkel maken. Ik zeg jullie nu alvast. Ja, ik, ik, ik zou, het wel zou dat lopen ik lopen. heel hard vinden, man. Maar bro, wat, wat mijn probleem is, is... Arteta vertrouwt hem niet. Saka was elke week geblesseerd, bewijs van spreken. En die man heeft hem gewoon... Als je goed kijkt, de laatste vijf, zes wedstrijden... was die man niet eens op de bank. Mm. Oh ja? Als iedereen fit is, zit die kill niet op de bank. is fire, bro. We worden allemaal stil van. Ja, man. Ik begon gewoon te twijfelen of ik, of ik weer vast had man. Shit. <laughs> nee. Trauma's hier, man. Trauma's. Nee, ja, maar man. echt. Weet je, we, 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 Ries is net als Smith Rowe. Een van die spelers die we gewoon echt. Je wilt, uh, ja, je wilt zitten, zien dat weet ze weet je presteren. Je wilt gewoon zien dat ze het Je grunt het ze, bro. Je wilt ja. dat, die, dat, ze, dat ze hetzelfde doen als Saka gewoon. Brokkel ja. maken bij Arsenal en kampioen worden met Arsenal. Precies. Daarom, als we nu kampioen waren geworden. Was het voor hun echt mooi geweest van hé, hey, we gaan nu, we, we weten we worden verkocht, maar ja. je weet toch? Mo mooie afsluiter. Mooie afsluiter. Ja, jammer genoeg. Maar ja, Plus, nou dit, zijn boys, dit, dit zijn boys die leven voor de club. Dat is ook, je weet toch? Ja, ja. Ze leven voor de club. Ze tekenen Bo niet zomaar bij. Nelson speelt vijf wedstrijden naar tekent bij, omdat hij het verdiend heeft. Maar hij had ook kunnen zeggen: oh man, ik ga naar een andere club. Ja, klopt, klopt, klopt. Wat zeg je, Ryan? Hij wordt al verkocht, ja, toch? Ja, man. Nee, hij ik wordt niet hij, uh. hij, heeft, hij heeft gezegd: Hé, hey, uh, als jullie me niet gaan spelen, dan wil ik graag weg, man. Dan wil ik, uh, ik, ik wil weten wat er gebeurt, want ik kan, niet zo, yeah. ik kan er geen ja. seizoen meer maar, maar iedereen weet al welke al, al, kant het op gaat. Dus ja, tuurlijk. Ja, dus ja, zo. So. Hé, hey, maar nu besef ik dat je havers bij je middenvaders hebt gezet, hè? Wat ik al lang besef, maar. Ja, ik heb het nu pas gehoord. Ja, uh, ja, 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 ja maar, maar, maar volgens uit. mij is hij of. Hij, nah, nee, 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 nee. Hij, oh, maar is, wel een vol, hij is gewoon aan aanvallen. Hij is, is aanvallen. wat ja. ja, maakt niet uit. Het is geen scherm. Ik vond hem down te hard bij Duitsland trouwens. Mm -hmm. Ja, hij was goed man. Hij was echt goed. En ja, man. Goal en assist. Helemaal goed. Ja, goede speler man. Hij is gewoon een hele goede speler, jongen. Ja, ik was ook echt gecharmeerd van Duitsland, by de week. We zijn er echt van teruggekomen. Ja, man, echt bro, en hoe bro. En Echt. Die, en, maar die man zelf ook, hè. hij zegt dat ook in interviews en zo: van uh, Ja, man, toen, ik, ik ben zo blij dat ik naar Arsenal ben gegaan en weggegaan bij Chelsea. Ik weet dat het, dat het in het begin moeilijk was, maar de uh, trainer heeft in me geloofd. ik heb gebikkeld en nu ben ik waar. Je weet toch, nu ben ik met alle liefde bij de club waarvan ik hou. Oh, dat, dat, dat doet mij goed. Je weet ja, toch? Man. Echt? Dan denk ik, ja, man. Hobby. Hij hoeft ook niet ver te verhuizen, man. Je gewoon hetzelfde nee, osso. Nee, ja, ja hetzelfde ja. osso, bro. Ja. <laughs> londen is wel groot, maar ja, het is wel in de buurt. Ja, ja, vast, Chelsea naar uh, noord londen ja. ja, dus ah, west londen okay. naar noord londen Dat maakt de lijst rond, man. Dat maakt hem helemaal rond. Um, misschien nog een hele snelle rondo, George. De keepers, even snel kijken. Zo snel yes. samenvatten. Boom, boom, boom. Keepers hebben we. cell keep, keep. Dat is ja. niet verkoop. Laat weten of je het ermee eens bent. En ook tussendoor, terwijl George het laat zien, abonneren als je dit leuk vindt. Laat andere mensen weten dat ze ook moeten abonneren en ons volgen op socials. Want we vinden het leuk om dit te doen. Maar het is nog leuker natuurlijk als, we, als nog meer mensen het gaan bekijken en met ons meedoen. Dus subscribe en deel het met je omgeving. Verdedigers, je ziet het. Saliba, keep. White, keep. Gabriel Kiep, Timber Keep, Tierney Cell, Kiwior Keep, Tomiyasu Keep, Sincenko Keep, Suarez is al verkocht. Uh, Nuno Tavares ook Cell. Middenvelders. Dat hebben maar drie verkopen. Ja, drie verkopen. Hier hebben we Thomas Party, wordt verkocht. Smith Row wordt geleend. Of willen we dat die, dat die uitgeleend wordt? Uh, ik noem alleen even de loans en keeps. Ja? Lokonga Cell, Viera Cell, Eleni uh, is al Havertz, Keep. Overigens wordt hij bij de aanvallers, wat we zeiden, maar maakt niet uit. Rijssel, Keep, ja. Alleen de loans en sales, zei ik net. Dat gaan we weer doen. Marquinhos, Cel En Ketia, Cel, Ries Nelson, Cel. De rest die mag negen. allemaal blijven. Dat maakt negen spelers waarvan we willen dat die verkocht moeten worden. Zwaar aantal. Betekent dat er zeker wel weer goede aankopen moeten komen. Maar ik zeg. De juiste aankopen moeten komen. Het, gaat, het is geen numbers game meer voor ons, denk ik. De juiste aankopen moeten komen. En Precies. ik ben heel benieuwd hoe het uh, de die al is ingegaan, toch? Mm -hmm. Hoe die uh, gaat, gaat verlopen. Spannende periode weer, want dit gaat zeker bepalen of we volgend jaar weer voor de prijzen gaan spelen, ja of nee. Kijkers, luisteraars. Ja. Dank jullie wel voor het kijken wederom. We waarderen jullie enorm. Zonder jullie is er geen podcast. Nogmaals, abonneer, deel het met je omgeving. We gaan live. Deze maand nog het liefst. We hebben een hele zware onderwerp te bespreken met jullie in de live. En dat is... Volgende maand, bro. Volgende maand. <laughs> Volgende maand wordt het. We hebben nog geen datum. Uh, uh, was op, was op, was op, ja, maar bro. Toe. Volgende week kunnen we al niet. En dan ja, dan heb je nog voorbij. een weekend. Nee, helemaal niet. Nee, dat is de maand voorbij, bro. <laughs> Komend hard. weekend, je hebt het weekend daarop nog, hè? Maandag. Wat, maandag? Ja, maar maandag. we zijn nog niet eens uit welke dag het precies wordt. Anyhow, kijkers, luister, je ziet we er van nog veel weten. te bespreken. We laten jullie weten wanneer we live gaan. Maar er komt een zwaar onderwerp, namelijk Messi versus Cristiano Ronaldo. We wijken een <laughs> beetje af. Wat is er? Waarom lach je? Het is, het is niet Messi versus Cristiano Ronaldo. Het blijft... Is Messi de afgelopen jaren overrated? Dat is, dat is hoe ik het ga noemen. Noem het voor jezelf. Ja. Noem het voor hey, jezelf. Hé, hey, je hoort Christi. het. Hij is al zwaar. Hij heeft al een partij gekozen. We noemen het dilemma's. Punt. <laughs> ja, we gaan ja, ja, nog ja, ja. een goede titel bedenken. Maar weet, ja, maar, het gaat over Messi versus Cristiano Ronaldo. We komen erop terug meld mensen in je omgeving dat het eraan komt zodra we een datum weten gaan we het delen en deel dat ook met je omgeving zodat ze mee. allemaal joinen in de live en meedoen. We kunnen je uitnodigen in de live zodat je gewoon met je gezicht of zonder gezicht gewoon met ons kletst en jouw spelen, verdedigt en beargumenteert waarom jij die gewoon beter vindt dan de ander. <laughs> Dank jullie wel voor het kijken en we zien jullie bij de volgende aflevering wederom. Ciao. Oh.